De naam Prins Bernhard Junior is een controversiële. Vanwege allerlei mogelijke misstanden staat hij geregeld ter discussie, maar misschien is hij nog wel het meest bekend vanwege zijn opvallende bril. De 53-jarige Bernhard van Oranje-Nassau van Vollenhoven, zoals hij voluit heet, heeft zijn enorme vermogen bij elkaar gekregen door een indrukwekkend zakenimperium. Het meest bekend zijn de grote hoeveelheid panden die hij bezit. Dit zouden er zeker zo'n 600 zijn, waarvan zo'n 350 in Amsterdam. Deze panden zou hij samen met 3 anderen voor woekerprijzen verhuren aan bijvoorbeeld studenten. Door de enorme woningnood en hoge huizenprijzen wordt de rol van Bernhard hierin steeds dubieuzer. Pinnacle, het beleggingsbureau van Bernhard, is een van de grootste spelers binnen het Nederlandse vastgoed. Ook is Prins Bernhard eigenaar van Levinine, een internationaal IT-bedrijf, maar laten we ook zeker Circuit Zandvoort niet vergeten, waar hij mede-eigenaar van is. Samen met een aantal zakenmensen en voormalig coureur Bernie Ecclestone was hij initiatiefnemer om de Formule 1 weer terug in Nederland te krijgen. Dit ging niet helemaal van een leien dakje, omdat hij in 2021 verschillende Nederlandse artiesten zou hebben gevraagd om gratis te komen optreden tijdens de Grand Prix. Deze vraag werd door veel artiesten niet gewaardeerd, omdat zij na de zware coronaperiode net weer een beetje geld konden verdienen. Dat Prins Bernhard een zakenman is in hart en nieren, dat is wel duidelijk. Met het verhuren van 600 panden en een vastgoedimperium wat alleen maar groter en groter wordt, komen er dus miljoenen binnen bij Bernhard, maar hoeveel precies, dat is niet te controleren. Het IT-bedrijf Levinine groeide in ieder geval hard de afgelopen jaren. Bernhard en zijn zakenpartner zagen de omzet in 2021 dan ook met 13 miljoen euro stijgen. Het totale vermogen van het bedrijf wordt hierdoor geschat op zo'n 60 miljoen euro. Uiteraard krijgt hij ook overheidssubsidie, want hij is natuurlijk een royal. Het in het bezit hebben van het circuit zal hier zeker aan bijdragen. Volgens Quote heeft Prins Bernhard inmiddels naar schatting zo'n 125 miljoen euro aan vermogen opgebouwd. Prins Bernhard hoeft zich dus financieel geen enkele zorgen te maken.